ben in januari 2015 ben ik begonnen met mijn winkel. En waarom? Ja, ik vind het eigenlijk heel leuk en ik zie dat het hier eigenlijk nodig is. Ik denk van nou, probeer iets even wat anders. En ja, ik zie dat het gewoon een hele leuke idee is. Ik heb eigenlijk een halal supermarkt. Normaal is het een doelgroep voor mij is eigenlijk buitenlandse mensen. En meer van, ja, die echt die buitenlandse mensen, Marokkaans, Tunesisch, Egyptisch. Maar mijn winkel is niet alleen maar voor buitenlandse mensen, het is ook veel voor Nederlanders. Wij hebben hele andere producten. Eigenlijk meer van halal producten en meer buitenlands producten. Maar toch, de laatste tijd zie ik echt veel dat heel veel Nederlandse die producten voor hun bekend is en dat ze nodig hebben. Wat ik net zag, dat u ook verse maaltijden hebt. Dat klopt. Deze idee heb ik al lang ik dacht van nou, probeer iets anders. Ik heb wel een supermarkt. Mijn supermarkt is een heel groot en hele mooie supermarkt. Maar ik heb gedacht van nou, ik wil niet een broertje dunner gaan beginnen of zo. Ik denk van nou, misschien even iets anders in Sittard. En ik zie dat echt niet in Sittard voor echt buitenlandse eten. Wat kip op, tikkelskoes mevrouw? Ja, een beetje van alle groenten erbij, ja? Ja. Dus wij koken Tunesisch, Egyptisch en ook Marokkaans. Dus ik kook van alle landen wat. Maar van alle landen, zegt u. Maar noem eens maar een paar recepten. Ik noem maar wat. Wij eten zuurkool. Nou, wij eten meestal couscous. En wij eten hier ook tagines. Wij maken tagines voor Nederlanders en die hebben ze heel graag. Couscous is ook bekend. Egyptische maaltijden als druifbladen die gevuld zijn, kapucijners die gemaakt zijn met saade, dat zijn aubergineschotels. Van alles hebben wij. Dat is Egyptische kofta. Oeps, sorry. Ik heb de winkel vorige week pas ontdekt en het bevalt mij zo goed dat ik er wel vaker wil terugkomen. Ja. En voor welk product komt u dan speciaal? Eigenlijk wel een beetje voor alle producten die ze hebben. Ik hou erg van de keuken, dus ik zal voor meerdere producten terugkomen. Ik zag u net in de winkel al bij de kruiden staan en bij de groenten. Dat zijn ook producten die u hier komt halen? Ja, vooral de vleeskruiden, die vind ik heerlijk, dus die zal ik vaker hier komen halen. Ik ben ook heel blij en ik hoop dat de mensen echt naar mij kunnen komen en ook proeven en ook van alles kunnen bestellen bij mij.